Dit programma van Leiden Amateurvoetbal wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Goedenavond en welkom terug bij de LFV Voetbaltafel in samenwerking met Sleutelstad. Vanavond weer twee bijzondere gasten zoals altijd. En we gaan het nou niet eens hebben over wat er allemaal gebeurt fysiek op het veld. Maar er wordt ook heel veel mooie zaken beschreven in boeken. En vanavond gaan we daarvan twee bespreken. We gaan beginnen met Theo Ducano. Dat is de trainer van Voorschoten 97, zaterdag 1. En hoofd jeugdopleidingen bij Voorschoten 97. Maar allereerst nog even naar mijn kameraad Henny Cambier. Want Henny, wij zaten hier laatst ook aan de voetbaltafel. En toen had jij toch nog wat een en ander te melden in deze toch wel bizarre tijden. Een kleine update, hoe staat het er nu voor? Triest en somber, want het voetbal zit er eigenlijk op. We hebben vorige week besloten de sportief LHV Cup te staken. Omdat er gewoon geen ruimte meer gaat zijn. Omdat we nog steeds niet weten wanneer de selectie voltallig zou mogen trainen. Nou, dat zou waarschijnlijk op z'n vroegst half mei zijn. Ja, dan moet er nog worden opgetraind. Trainers willen natuurlijk geen blessures bij spelers, willen wij ook niet. Ja, dan is het eigenlijk onhaalbaar om eind juni klaar te zijn. Of eigenlijk al eerder klaar te zijn, want de finale staat op half juni. Dus daar hebben we een haal door moeten halen. Puur om mee te denken met de clubs. Omdat die veel meer belang erbij hebben dat de spelers straks in augustus bij het nieuwe seizoen fit zijn. Dus daar staat een streep onder. De KNVB Regio Cup staat nog wel open, maar ik weet niet precies waar daarop gewacht wordt. Want het scenario ziet er gewoon heel slecht uit. Ja, dus dat komt er eigenlijk op neer dat de Regio Cup nog het enige is wat er eventueel kan zijn voor ons ook als Leiden Amateurvoetbal dit seizoen. Ja, of clubs moeten onderling nog iets gaan spelen, afspreken aan een oefenwedstrijd. Dat kunnen we uiteraard zo aan Theo vragen, maar ik denk dat de kansen per week afnemen. Maar daar weet Theo veel meer over te vertellen. Maar goed, wij zijn er nog steeds bij u uiteraard en dat blijven we ook doen. En volg vooral ook onze website en Twitter en Facebook, want daarin posten we genoeg. We gaan het nu hebben over het boek van Theo Ducano. Het boek heet Afgelast. Ik ga nog even een beeld brengen voor u. Het is een absolute aanrader om deze even te lezen, maar daar weet jij veel meer van, denk ik. Ja, want ik heb hem inmiddels met alle plezier gelezen, Theo, dat weet jij. Ik heb al een terugkoppeling gegeven, ik heb je complimenten gegeven. Die deel ik graag uit, maar bij deze ook absoluut gegrond. We gaan zo over dat boek praten, maar eerst even over de vraag van Remco over eventueel toch nog te spelen oefenwedstrijden. Hoe zit jij daarin? Hoe gaat dat bij Voorschoten? Ik weet dat je een hele gedreven trainer bent, maar ook een hele realistische. Nou ja, zodra wij zouden mogen voetballen, dan gaan we dat proberen. Als dat een regiocup is, wat ik niet denk, dan ben je gebonden aan regels. En op het moment dat het losse oefenwedstrijden zouden zijn, dan ga ik direct met de trainer van de tegenstander in conclaaf. Of we dan met 22 man kunnen spelen. Want er wordt terecht natuurlijk gezegd van, joh, er is blessuregevaar. Maar ik wil wel zo snel mogelijk toch, als het enigszins kan, de jongens nog wat wedstrijden gunnen voordat we de zomerstop in gaan. En dat zou ik dan het liefste doen met twee volledige elftallen om dat blessuregevaar een beetje in te dammen. Je ziet de jongens wel natuurlijk, telkens in fases, de jongeren en de ouderen om het zo te zeggen. Wat is jouw idee over de fitheid momenteel van de groep? Nou ja, ik ben best wel optimistisch als het gaat om algehele fitheid. Dat had ik ook na die eerste coronaperiode. Betekent dat mensen toch wel hun weg weten te vinden. Met tennissen, met allerlei andere dingen. Een beetje hardlopen. Om in algemene zin wat fit te blijven. Nou, wij trainen nu met de hele groep tot 27 jaar. En met die gast heb ik ook afgelopen zaterdag voor het eerst een onderlinge oefenwedstrijd gehad. En de jongens van 27 plus die trainen apart. Ja, dat ziet er allemaal redelijk fit uit. Maar ik weet ook nog vanuit de eerste coronaperiode dat er een verschil zit tussen wedstrijdfitheid en algemene fitheid. Kijk, wedstrijden, dat is een verhaal apart. En daar ga ik dadelijk niet te veel illusies voor hebben. Dat moet je gewoon optrainen. Ja, en wat ik al zei, het liefst met een zo groot mogelijke groep die eerste oefenwedstrijden om het blessuregevaar te beperken. Ja, maar vooral toch ook gefocust op met name het nieuwe seizoen om te zorgen dat je... Wat we ook nog doen, hè, als jullie toernooi was doorgegaan of er is een regiocup waar een stukje prestige op het spel staat. Dat geloof ik allemaal wel. Het is voor mij één lange aanloop naar augustus.
Wanneer we echt voor de punten gaan spelen die daar echt toe doen. En alle andere dingen is gewoon een onderdeel van die voorbereiding. Duidelijk. Dan heel even hoor, voor de misschien de leken buiten de trainers om. Want die denken dan allemaal van, ach joh, jullie kunnen toch nog wel eens gewoon even een wedstrijdje voetballen. Dan is daar toch helemaal niks mis mee. Maar er zit daar veel meer achter, hè? Dat is ook een beetje wat je net aangeeft ook, qua blessuregevoeligheid, et cetera. Het is gewoon niet haalbaar om dat op korte termijn te doen. Ja, niet met de gebruikelijke KNVB-regels. Als ik me moet beperken tot 3 wissels, ja, dan zullen er 7-8 mensen vanuit een half jaar inactiviteit of zo een 90 minuten moeten spelen. Ja, dat is gevaarlijk. Dat heb ik afgelopen augustus ook meegemaakt. Wij leken heel erg fit. Wij trainden ook echt heel goed al gelijk. Maar wij hadden bij de eerste wedstrijden gelijk allerlei klachten. En moest ik mensen alweer een paar dagen rust geven, enzovoort, enzovoort. En toen was de periode van inactiviteit veel korter dan dat die nu is. Dus wij moeten dadelijk gewoon voorzichtig zijn. Oké. Nog even de laatste vraag voordat we naar jouw mooie boek gaan. Wat zijn de voordelen van corona voor jullie? Ja, ik zie geen voordelen, behalve dan dat Voorschoten wel een echte vereniging blijkt te zijn. Kijk, financiële problemen zijn er overal. Maar iedereen betaalt bij ons volgens mij zijn contributie, is loyaal aan de club. En het verloop in mijn selectie en bij de andere selecties is gering tot nihil. Ja, dat betekent dat in die zin de club wel een stootje kan hebben. En dat is op zich een heel prettig gegeven. Ja, en voor de rest vind ik het gewoon een dramatijd. Ja, dat blijft het ook uiteraard ook in die zin. Maar we proberen het ook het positieve af en toe nog eruit te halen, hè, uit deze zware tijden. Ja, nee, prima. En nogmaals, alle lof voor de mensen die bij de club betrokken zijn. Spelers en kaderleden en bestuursleden. Want die club die staat wel goed in de cijfers. Dat is wel oké. Alles heeft te maken met corona. Jij bent geen schrijver, heb je ook duidelijk aangegeven in het boek. Maar ik heb er toch van genoten, want je hebt heel veel onderwerpen aangekaart, volledig vanuit je hart. Leuk geschreven, vlot geschreven. Nou, we gaan zo even naar een column van jou luisteren. Hebben er meer in gestaan. Het zijn eigenlijk allemaal heel erg leuk om te lezen. Maar wij hebben het eerder over gehad, omdat jij al aangaf, wij willen Leiden Amateur Voetbal graag voorzien van columns of bij andere bijdragen. En zo is het een beetje gaan rollen dat je ziet zat van, er moet een boek komen. Nou ja, in die volgorde inderdaad. Je had mij een keer gevraagd van joh, geef eventjes een update van de situatie bij Voorschoten. Of er nog spelers komen of spelers gaan. En hoe gaan jullie een beetje die coronaperiode te lijf? Nou, heb ik jou een wat uitgebreidere mail gestuurd. Zeg van joh, wat schrijf je aardig. Nou goed, ik wil altijd een beetje helpen, een beetje meedenken. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik ook als fulltimer van in het voetbal erg ruim in mijn tijd zit. Het vervelen heb ik me nog nooit gedaan, maar ik had wel heel veel tijd over. En toen had ik bedacht van joh, ik schrijf voor jou zo af en toe eens wat columns. Nou, dat heb ik ook gedaan. En weet je, dat ging echt wel vlot. En ik had nog eens een vaag idee om na mijn pensioen of zo eens een keer te proberen om een boek te schrijven. Dat stond nog wel op mijn bucketlist. Ja goed, dat heb ik wat naar voren gehaald. Eigenlijk vanuit het plezier wat ik had in die columns. En het feit dat ik ook wel relatief veel tijd had. Dus van het een kwam het ander. En ik heb het ook in een week geschreven of zo. Ja, en dat is weer een mooie case study voor later. Ik kom zelf nogal wat onregelmatigheden tegen en wat dingen waar ik wat minder tevreden over ben. Maar ja, goed, als je bedenkt dat ik het in een week gedaan heb, dan als je een keer een half jaar neemt of zo vanuit bepaalde rust, ja, dan levert dat misschien nog wat beters op of wat leukers op. Maar ik ben er met alle plussen en minnen niet ontevreden over. Terecht. Je moet dan, als je het in een week schrijft, ook beslissingen nemen van wat plaats ik wel, wat niet. Je maakt dus keuzes. Dan vind ik het uiteindelijk toch heel uiteenlopend en er heel veel gevoel van jou in zit. Nou ja, het is volledig vanuit gevoel geschreven. Hè. Een stukje ergernis als het gaat om wat ik op de televisie zie, als ik kijk naar talkshows, persconferenties, pak af en toe eens een kamerdebat mee. Nou, dan vind ik op de eerste plaats, dat schrijf ik ook in mijn boek, hè, dat ze de koe prima bij de horens vatten en de belangrijkste zaken bovenaan zetten. Hè. Gezondheid van mensen en het ruimte houden in ziekenhuizen voor mensen die ziek worden. Ja. Ja, geen enkele, niks mis mee, helemaal terecht en helemaal prima.
Alleen op enig moment zag ik 80.000 andere onderwerpen voorbij komen in talkshows. Van het verstoppen van paaseieren tot mag tante Joop visite komen met de kerst. Ja, daar werd ik wel een beetje kribbig van, omdat we met meer dan 1 miljoen voetballers zijn. En ik toch de buitensport en voetbal in het bijzonder wel erg onderbelicht vind en vond bij al die discussies die ik gezien heb. Dus vanuit die gedachte ben ik gaan schrijven. Ja, en dan ben ik ook wel een beetje een nostalgist. Dan kom ik ook wel heel snel op jeugd en betere tijden terecht. Ja, en zo is het een beetje mengelmoes geworden van alles wat. Dat is gelukt. Dan is het denk ik een mooie tijd voor de column. Ja, je hebt een keuze gemaakt van een van de columns. Ja, prima. Ik heb geen ervaring op dat gebied, maar we gaan ons best doen. We hebben alle vertrouwen in je. De column heet Het Slecht Nieuwsgesprek. Ik ben lang trainer geweest bij Excelsior Rotterdam. En daar krijgen die spelers altijd 2 of 3 keer per jaar een beoordelingsgesprek. En daar gaat het eigenlijk over. Ja. Het gaat als volgt. Alle jeugdtrainers van BVO's kennen het en zien er tegenop. Als je dit namelijk leuk vindt en er is niet iets waardoor je er tegenop ziet, dan deug je niet als mens. Als je in de jeugdopleiding bij een betaalde voetbalclub werkt, krijg je de spelers 2 of 3 keer per seizoen aan tafel voor een beoordelingsgesprek. Het eindgesprek bepaalt of je door mag in de opleiding of dat je de club moet verlaten. Deze laatste gesprekken zijn natuurlijk de rotgesprekken. De spanning hangt in de week dat de eindgesprekken plaatsvinden als een deken over de club. Links en rechts zie je blije kinderen uit hun kleedkamer komen en soms staat er eentje op de hoek van het veld te huilen. Dan weet je als trainer genoeg. Ik heb die gesprekken ook 6 jaar lang moeten voeren. Ik dacht toen wel eens, als mijn zoon later op dit niveau kan komen te voetballen, wil ik hem deze ellende dan wel aandoen? Ik zou overigens ook geen alternatief weten. Aan de voorkant, als je lid wordt van een BVO, wordt duidelijk uitgelegd dat dit je kan overkomen. En als je iets verder kijkt dan je eigen ellende, 9 van de 10 spelers krijgen op enig moment deze onheilstijding. Ik kon er echt wakker van liggen als trainer, maar desalniettemin beschikte ik wel over de verbale vaardigheden om de meeste slecht nieuwsgesprekken tot een aanvaardbaar einde te brengen. In het dagelijks leven werkte ik toen de tijd in de uitkeringsbranche en waren stroeve conversaties met klanten met incidenteel dreigend geweld aan de orde van de dag. Het lukte allemaal het beste volgens een vast stramien. Slechte boodschap geven. En dan moet ik even omslaan. Slechte boodschap geven, andere partijen laten uitrazen en daarna de argumentatie van het hoe en waarom. Onze keeperstrainer deed de gesprekken met de keepers en had er wat moeite mee. We hebben toen afgesproken samen met de clubleiding dat hij mijn moeilijke gesprekken zou bijwonen en dat hij daarna volgens hetzelfde patroon de afwijzingsgesprekken met de keepers zou voeren en daar waar gewenst met de aanwezigheid van de ouders erbij. Bij mij heeft hij toen 3 gesprekken bijgewoond waarbij spelers weg moesten bij de club. Die verliepen alle 3 rimpelloos. Joh, we zijn teleurgesteld, maar je bent heel fair en eerlijk in je boodschap en laten we elkaar de hand geven. Ik zou vervolgens de slecht nieuwsgesprekken bij de keepers bijwonen en onze keeperstrainer observeren. Hij was er helemaal klaar voor. Je weet het, hè? Eerst met de deur in huis vallen, de harde boodschap brengen. De keeper ging zitten met zijn vader ernaast. Die vader was een bouwvakker van 2 meter met armen als molenwieken. Die zat onder de tattoos en had 2 oorbellen in. Het gesprek begon. Kijk Stan, we moeten eerlijk zijn naar elkaar. Je kan er echt helemaal geen ene klote van. Waarop de vader opsprong en onze keeperstrainer tot op de parkeerplaats achterna heeft gezeten. Mooi. Mooi. En zo zijn er nog vele mooie columns in jouw boek. Even de afsluitende vraag, want omwille van de tijd. Hoe kunnen de mensen aan het boek komen? Wat ik dus absoluut een aanrader vind. De meeste mensen, want hij verkoopt wel lekker. Al kan het altijd beter, want ik vind het wel leuk als het verkocht wordt, ben ik eerlijk in. De kortste weg is via bol.com. Maar de voor mij meest lucratieve weg, wat niet echt heel belangrijk is. Maar ja, als je het toch bestelt, dan wat mij betreft het liefst via de uitgever. En dat is Brave New Books. Okay. www.bravenewbooks.nl/Theo Ducano. Dan kom je direct op mijn pagina bij de uitgever. En dan kunnen ze hem direct via de uitgever betrekken. En als ze onderweg daarmee in de problemen raken, kan het altijd via de boekhandel of via bol.com. Okay. Theo, dankjewel voor je bijdrage, voor je column en voor het gesprek. Ik zal hem nog even 1 keer in de camera laten zien.
Even, draai ik hem zo goed? Ja, volgens mij wel. Te bestellen bij de uitgever en bol.com. Je hebt genoeg gezegd daarin, denk ik. Ik wil je sowieso veel succes wensen met je privé-situatie, maar ook met de werksituatie bij Voorschoten 97. En laten we hopen dat we elkaar weer heel snel mogen treffen op het groene gras. Ja, van mijn kant ook heel veel sterkte en succes naar jullie toe. Het is voor voetballers en betrokkenen moeilijk, maar voor jullie ook een moeilijke tijd. Laten we inderdaad hopen, Henny, dat we heel snel weer met een biertje en met een zonnetje in ons nek op een voetbalveld staan. Lijkt me een goede afspraak. Theo, bedankt. Oké. Fijne avond nog. Hey, groetjes. Oké, bye bye. En wederom een prachtig voetbalboek. Ik kan niet anders zeggen, met geweldige anekdotes van een, ja, we mogen wel zeggen, een wereldreis eigenlijk in de voetbalwereld van Hans Douw. Speler, oudspeler van Voorschoten 97, mag ik misschien wel zeggen. Liefhebber puur sang in de voetballerij. Hans, allereerst goedenavond. Goedenavond. Hallo, vanuit Voorschoten. Wat een fantastisch boek. Dankjewel, dankjewel. Ja. Er zit veel liefde in, veel voetballiefde. Ja. Dus leuk dat jullie dat zeggen. Nee, dat is absoluut een gegeven. Een van onze collega's heeft het boek een paar dagen geleden aangeschaft. Die doet niks anders meer op een dag. Dus hij zal hem wel uit hebben. Dat heeft mij doen besluiten om hem ook zo snel mogelijk te bestellen. Ik heb wel wat stukjes alvast mogen lezen. En ja, volgens Staantribune, ja, die kwamen er elke dag mee om de hoek. Dit boek moet je in huis hebben liggen. Waarom, Hans? Nou ja, wat ik denk is dat heel veel voetballiefhebbers zich in allerlei dingen herkennen. Hè, kijk, ik ben natuurlijk een hele extreme. He, ik kan geen dag me voorstellen dat ik niet met groundhoppen en met voetbal bezig ben. Maar wat ik heel erg in mijn omgeving merk is dat groundhoppen in een lichtere vorm in heel veel van ons zit. He, dat mensen die de verhalen lezen, dat die zeggen ja, dat ervaar ik ook zo. He, en dan gaat het met name om wat mensen leuk vinden aan wedstrijden. Er zijn heel veel mensen die gaan in de vakantie naar Spanje of naar Italië of zo. Ja. En die pikken dan toch even een stadion mee als ze daar zijn. He, en die kijken toch even van, is er een wedstrijdje te bekijken? En jongens uit mijn elftal die zeggen als ik nou naar de hele eredivisie kijk, dan ben ik bij 10 clubs geweest. Ik zou het toch nog leuk vinden om die andere 8 ook een keer te zien. Mm-hmm. Nou, dat zijn allemaal dingen die in mijn hoofd als groundhopper al mijn hele leven spelen. Alleen ik ben vanaf mijn 10e jaar, ik ben nu 56, vanaf mijn 10e jaar ben ik bezig met het vinken, zoals we dat noemen, van al die stadions en die wedstrijden. Dus vandaar dat ik wat verder ben dan degene die er wat minder prominent mee bezig zijn. Maar ik denk dus de herkenning, hè, want dat was je vraag, de herkenning van mensen, dat die heel goed is. Los van het feit dat er ook wel heel veel anekdotes in staan die wel bijzonder zijn. Ja, zonder meer. Eventjes, ik heb dus wat ik al zei, een klein stukjes heb ik eruit gehaald. Even bladzijde 108 en 109, want je hebt het dan over het Europese of mondiale voetbal. Dit gaat er nog even korter bij over het regionale voetbal, waar je hart ook ligt uiteindelijk. Ja. Daar staat een stukje over de Leidse Club op 108. En op 109, toen ging mijn hart sneller kloppen, HVZ, waar ik ook nog een tijdje gespeeld heb. En ja, ik zou het heel prettig vinden als je daar eventjes die twee stukjes voorleest. Ja, dat is prima. Waar wil je dat begin? Doe maar bij de Leidse clubs. Heel herkenbaar ook. Oké, ik zie hier van een andere orde waren de wedstrijden tegen ASC in de Kempenaarstraat. Die club lag met haar enige veld midden in de Oestgeester woonwijk. Het was een locatie die voor mij als voetballende groundhopper in meerdere opzichten interessant was. De bebouwing rondom gaf het complex een Engelse sfeer. De geschiedenis werkte ook nog door op het veld. Van 1913 tot 2017 speelde ASC maar liefst 104 jaar onafgebroken op dit stukje grond. De club was een van de oudste in de regio. Wat maakte dat ik altijd met respect en ontzag het complex betrad. In 2017 verhuisde ASC helaas naar een nieuw sportpark aan de rand van de gemeente. Ja, dan ga ik door over de Boshuizer Kade. Zal ik die ook meenemen? Nou, heel graag. Als liefhebber van volksclubs kwam ik graag op de Boshuizer Kade in Leiden. Toen ik in 1975 begon met voetballen, zaten daar 6 clubs op een rij. Als je moest spelen tegen LFC, Unitas Leiden, Oranje Groen, VNA, Leidse Boys of ZLC, dan kon je aan de bak. Bij het betreden van het complex schalde de Nederlandstalige muziekje al tegemoet. De clubjes lagen keurig op een rij. De meeste van hen hadden maar 1 veld. Het was dringen in de piepkleine kleedkamers. Maar eenmaal buiten was sprake van levendige gezelligheid. Tijdens de wedstrijden ging het nog wel eens mis. De voetballers van de Boshuizer Kade speelden met passie en konden niet tegen onrecht, maar hanteerden daarbij wel hun eigen wetten.
Tegenwoordig is er op het legendarische complex nog maar één club over, FC Boshuizen. Als u door Leiden Zuidwest fiets en langs het woonwijkje rijdt dat op een deel van het voormalige velden is gebouwd, denk ik met weemoed terug aan de jaren 70 en 80. Ja, over herkenning gesproken, echt heerlijk. Maar dan wil ik toch ook naar die bierbrouwerij op 109. Ben je er nog, Hans? Ja, ik ben er weer. Oké, 109, de bierbrouwerij en HWZ. De hele eerste, horen jullie mij weer? Ja, maar ja, je beeld, alleen de beeld. Daar zijn we geweest. Ik ben er terug. Donderde in elkaar. Maar ik ben er weer. Daar gaat het om. Hoort er ook bij, hè, dit? Hoort er ook bij. Live TV, hè? Precies. Ja, ik ben er weer. De bierbrouwerij, dat stukje, alsjeblieft. HVZ. Ja. En dan zitten we op pagina 109. 109. Soms zijn complexen op zich niet bijzonder, maar staan er dingen in de buurt die de locatie in een ander perspectief plaatsen. Bij MMO in Hoogmade staat de schitterende molen die bij de ingang over het complex waakt. Wie een wedstrijd speelt tegen met moeite opricht uit 1945, waant zich in een oud-Hollandse zwart-wit film. Bij HVZ in Zoeterwoude is de achtergrond van een andere orde. Het is de club van de grote Heinekenfabriek. Als je tussen de dugouts over het veld kijkt, weet je dat in de enorme hallen aan de overkant aan je toekomstige biertje wordt gewerkt. Dat geeft menig voetballer een comfortabel gevoel. In de kantine van HVZ kost het bier sinds jaar en dag een habbekrats. De KNVB heeft ooit besloten om niet meer in te gaan op verzoeken van clubs die bij HVZ willen worden ingedeeld. In het seizoen 96-97 was het voor mij eindelijk zover. De bierclub zat eenmalig in onze pool. En wij speelden een onvergetelijke uitwedstrijd. Ja, alleen het resultaat, het is je volledig ontgaan waarschijnlijk. Ik zou het echt, het is een soort zwart gat in mijn herinnering. Hansel, heel even dan zo'n vraag. Hè? Want je schrijft heel mooi over die Boshuizenkade. Met die 6 clubs in die tijd. Maar je bent de hele wereld over geweest en gereisd. Valt er nou iets te vergelijken met dat Leidse voetbal, met wat je buiten de grenzen bent tegengekomen? Of zijn wij echt uniek? Ik zou misschien een grappige vergelijking treffen. Kijk, wat ik zo mooi vond aan die Boshuizen Kade, was die hele club die leefde gewoon buiten een soort van. He, iedereen zat buiten, zeker natuurlijk in het voorjaar, najaar en in de zomer. Het was allemaal levendig, alles liep heen en weer. En dat was de levendigheid die ik ook bijvoorbeeld tegen ben gekomen bij bepaalde Zuid-Amerikaanse clubs. Dus als je nou bijvoorbeeld vraagt, ik was bij Boca Juniors in Buenos Aires, de oude club van Maradona. Als je nou vraagt, wat vond je daar nou mooi? Nou, een van de mooie dingen was dat rondom dat hele stadion iedereen buiten zat en aan het barbecuen was en met die wedstrijden bezig was. Nou, dat leek een beetje, ook volks was dat. Dat was La Boca in Buenos Aires, in Volkswijk. Nou, dat is wel een beetje vergelijkbaar met de Boshuizen Kade. Nou ja, goed. En wat je natuurlijk op de Boshuizen Kade ook vroeger heel erg had, was gewoon de passie. Hè? De passie van de vriendschappen die je zag. Maar wel mensen die hun eigen wetten hanteerden. Hè? Dus ze konden niet tegen onrecht, zoals ik in het boek al zei. Maar ze hadden wel een ander beeld van wat recht en wat onrecht was dan wat ik dat had. En aan de andere kant was het ook wel weer mooi. Hè? Ik speelde zeker in het begin van het senioren speelde ik nog wel eens bij de tweede. En dan speelde je op zondagochtend om 10:00 speelde je tegen LFC. En dan kwam de helft van LFC, die kwamen rechtstreeks uit de binnenstad. Die waren s'nachts wezen stappen in Cementa's en in Club 68. Yeah. En die gingen thuis even het tasje ophalen en die kwamen zo door. Ja. Dus, het is echt gebeurd, ik weet het. Echt, ik kan me hele legendarische Leidse spelers als Bles Souma en waar ik in die periode tegen speelde. Ja, dat was fantastisch. Mag ik er nog even één uithalen? Want ik heb het iets sluchtig moeten lezen in je boek helaas, maar daar ga ik wel de tijd op voor nemen. Ik zag Real Madrid voorbij komen, maar ook CSKA Moskou. Dat moet toch wel een ervaring zijn geweest die je niet meer snel zal vergeten, denk ik daar. Nou, laat ik zeggen dat niet de verstandigste dag uit mijn leven was. Dat was in 2001. En ik wilde de CSKA Moskou scoren. Maar dat CSKA is de club van het leger. En dat complex lag op een legerbasis. En als er dan in het weekend wedstrijden waren, dan werd een heel klein stukje van die legerbasis werd vrijgemaakt en bewaakt. En dan mochten daar een paar supporters naar die wedstrijden kijken.
En ik ging dus door de week naar het stadion toe. En die het was gewoon legerbasis. Dus ik denk, nou, daar kom ik nooit op. En ik kom aanlopen en er zit zo'n wachthokje. En ik kijk in dat wachthokje. Ik krijg nou wat, joh. Die soldaten liggen gewoon te pitten. Die lag gewoon te slapen. En er lag ook een herdershond voor het bewaken. Maar die lag ook te pitten. Dus ze lagen allebei te pitten. Maar ja, het was wel een legerbasis in Rusland. Hè? Als je daar een foto van een vliegtuig maakt wat overvliegt, dan zit je 20 jaar vast. Dus ik denk, wat zou ik nou doen? Maar ja, ik wilde zo graag het stadion zien en ik zag het al liggen daar. Dus ik over die hond heen gestapt, op de middenstip foto's gemaakt. En op dat moment komen er twee andere militairen vanuit een andere hoek. Die komen aan en die arresteren mij. Dus 2001 was het, dus ongeveer 20 jaar geleden. En ik mee. En nou ja, toen kreeg ik een soort geniale ingeving. Toen dacht ik van joh, ik vraag aan die gasten of ik even in het Engels, of ik even mijn taxi weg mag sturen. Hè, want ik doe ik net alsof er een taxi buiten staat en dat die weggestuurd moet worden, want ik ben gearresteerd. Dus gek genoeg, ik had nooit verwacht, maar gek genoeg gingen ze daarmee akkoord. Dus ik liep naar die uitgang. Zij liepen 20, 30 meter achter me aan. En bij die uitgang ben ik als een gestoorde gaan rennen. Want ik moest wegkomen. Ik denk, als ik nu in de klauwen van die militairen blijf, dan kom ik hier nooit meer vrij. En ja, en op dat moment konden er drie dingen gebeuren. Of ze begonnen te schieten, of ze zouden met een GP achterna komen. Of ze zouden denken, joh, laat gaan die gek. Nou ja, dat laatste was het geval. Dus ik heb gigantisch veel geluk gehad. Ja, maar het was wel heel onverstandig. Ja, nooit meer gedaan iets dergelijks. Nooit meer gedaan. Nou, niet helemaal. Kijk, op de een of andere manier, dat is het gekke. Als ik bij een stadion ben waar ik heel graag naar binnen wil, dan krijg ik een soort bewustzijnsvernauwing. Dan heb ik niet meer een goed beeld van wat verstandig is en wat risico's, hoe het met risico's zit en zo. Nee, er is nog maar één prioriteit voor jou op dat moment. Eén prioriteit. Dat zijn een beetje die wetten van de Boshuizen Kade, zeg maar dan. Je eigen wetten. Nee, 100%. Nee, 100%. Dat is een zeer goede vergelijking. Ja. En dat heeft me wel. Want ik wil dan zo graag binnenkomen dat ik ook allerlei dingen bedenk om binnen te kunnen komen. En dat heeft me wel heel vaak in het buitenland geholpen om ook echt binnen te komen. Ik wil zo graag naar binnen dat het me dan ook vaak lukt. Nou ja, met het resultaat mag er dan uiteindelijk zijn. Wat mij ook al meteen opviel, er staan heel veel lijstjes in. Nou, ik ben gek op lijstjes, moet ik zeggen. Wedstrijden die jij bezocht hebt, die het meest zijn bijgebleven. Nou ja, een finale tussen Spanje en Nederland, die snap ik nog wel. Maar kan je er nog twee uitlichten als je wil? En dan heel kort, even gezien de tijd. Sorry dat ik moet ingrijpen, maar... Ja, heel kort. Het afscheid van Van Basten in 1995... Jullie kunnen je misschien nog wel die beelden herinneren dat hij over het veld liep. Ja. In zijn burgerkleding gewoon. En dat hij afscheid nam en dat Capello zat te huilen. Ja, dat zal niet de enige zijn te huilen, maar dan achter het doel. Ja. Ik was ook bij die wedstrijd. Dus dat was heel, heel bijzonder. WK-finale was heel bijzonder om daar een keer geweest te zijn. En ik heb ook een recent voorbeeld genoemd van dat ik afgelopen juli eindelijk een keer een wedstrijd op de Wageningse Berg heb gezien. Na 40 jaar supporterschap. Hazelhekken. Nou ja, zo kan ik wel doorgaan. Ja. Want ik heb meer dan 3000 wedstrijden bezocht in 90 landen. Dus als ik het hele lijstje afga, dan zitten er wel wat mooie wedstrijden bij. Okay. Dit boek moet eigenlijk, zeker in deze regio, bij iedereen thuis liggen. Maar misschien ook wel landelijk. Want ja, fantastische verhalen. Heel uiteenlopend ook. Een absolute aanrader. En ja, we kunnen het hier eigenlijk de hele avond over hebben. En dan zijn we nog lang niet klaar. Maar men moet het boek gaan aanschaffen. Hoe gaat dat in zijn werk, Hans? Nou, laat ik drie wegen noemen. Het kan via de webshop van Staantribune. Dat is één manier. Het kan via de Primera hier in Voorschoten. Waar de eigenaar Harry Berg is. Oud spits van SJZ. Die verkopen het hier gewoon in het dorp fysiek, bij de boekhandel. Ja. En uiteraard ook gewoon via bol.com, via bruna.com, via de gewone grote verkopers in Nederland. Dus het is eigenlijk op alle manieren is het te krijgen. Hans, ik wil je bedanken. Hans Douw, voor je bijdrage in deze aflevering van de LFV Voetbaltafel. Voetbal, liefde zonder grenzen. We hebben genoten. En
Ik ga hem nog een keer helemaal lezen en dan ga ik nog meer genieten. Bedankt voor je tijd. Ja, en zullen we dan ook afspreken dat we later in het jaar elkaar nog een keer treffen, nog verder even over het boek, want dit zijn heerlijke verhalen om te smullen. Dat doe ik heel graag. Ik kan er niet over ophouden. En bedankt voor jullie aandacht en interesse voor het boek. Goed, helemaal goed. Bedankt voor je tijd, Hans. Goeie zomer alvast. Oké, okay. Hoi. Goed, en dan pakken we gelijk door. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze LFV voetbaltafel samenwerking met Sleutelstad. En als het goed is, volgen er dit seizoen nog twee. Maar mocht er een wonder gebeuren en dat de bal gaat rollen, dan zijn we er uiteraard bij. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.